Yes, het is weer maandag en dat betekent maar één ding. We gaan weer werken aan het park in Planet Coaster, Vrijheidspark, Freudenthal. Super tof dat je kijkt. We hebben wat dingen op de planning. Het valt misschien op, het hotel. Ga ik later wat meer over vertellen. Waar we ons vandaag op gaan focussen is natuurlijk het einde van de dark ride, de eindscène. Maar er is nog iets backstage. Want geloof het of niet, maar als de medewerkers even een koffiebreak willen nemen, dan moeten wij ook een stafruimte maken. En ik dacht dat we dat hierachter gaan maken. En waarom? Dan sluit dat ook weer aan met hier de achterkant van het podium, van de show. Dus hier komt eigenlijk alles samen. Dat is een mooie plek en ja, daar gaan we iets maken voor de stafmembers. Want niet alleen maar de bezoekers moeten goed verzorgd worden, ook natuurlijk de medewerkers van het park. Alleen er is natuurlijk een klein dingetje. Als je helemaal achter in het park werkt, ga je dan helemaal naar voren lopen? Dus misschien moet ik nog een tweede locatie zoeken voor een stafruimte. Nou, we gaan snel beginnen. Geniet van de podcast en veel kijk- en luisterplezier. Ja, dit is de Planet Podcast. Ja, mensen, daar zijn we weer. Ja, maar even to the point. Dat hotel ziet er toch wel heel erg leuk uit. Ja, ik ga dus vertellen aan jullie dat wij 3 streams hebben gedaan van meer dan 2 uur. Dus we hebben sowieso al meer dan 6 uur gebouwd aan dit hotel. Dat is een behoorlijk lange tijd. Maar het was heel leuk, want door middel van de livestream konden mensen ook gewoon reacties geven in de chat. Ja, en als een reactie leuk genoeg was, dan gingen we dat bouwen. Althans, jij ging dat bouwen. Ik deed niks. Nee, Gerard was er inderdaad niet bij, maar ik heb gewoon lekker een stream gedaan. En mocht jij zo'n stream een keer willen bijwonen, kan dat op www.twitch.tv/DavistoGames. Ja, goed, ja. Nou, en een linkje staat natuurlijk ook in de beschrijving. Mocht jij ooit zo'n stream willen zien, want ja, er komen nog meer spelletjes voorbij. Maar Planet Coaster komt af en toe ook voorbij, dus kom lekker kijken. Ja, en Gerard, weet jij wat er is gebeurd in aflevering 541? Nou. Gekkenwerk is gekkenwerk. Ja, nou, wat is er? Nou ja, er zijn veel reacties gekomen. Echt niet normaal. Over de 50 reacties. Dus we gaan maar snel beginnen met wat comments voorlezen natuurlijk. Er zijn de laatste tijd best wel veel reacties over Vincent. En je hebt gelogen, want ja, je hebt al 3 keer gezegd dat het een klein park zou worden. En uiteindelijk is het een groot park geworden. Ik heb er eigenlijk geen vertrouwen meer in. Nou, deze reacties sla ik nu gewoon even allemaal over. Dus we hebben nog maar 10 reacties. Nee, dat valt best mee. Maar het is wel grappig dat ik door mijn enthousiasme eigenlijk mijn eigen regel verbreek. En dat is dat ik dan toch een groter park ga maken. Dat vind ik dan... Ja, ik weet niet, dat gaat gewoon automatisch. Maar ik heb een idee om dat niet meer te verbreken. Die belofte, zeg maar. Dus dat komt goed. Heb er gewoon vertrouwen in. Plaats wat leuks over het park. En niet zozeer over dat het waarschijnlijk toch weer een groot park gaat worden. Want bij deze, het wordt een kleiner park. Anthony Starkman die vond het een heerlijk intro. Ik had namelijk een beetje cinematic shots gemaakt. En hoe ik dat maak, dat is door middel van de robotarm. Dat is een attractie die je natuurlijk gewoon kan plaatsen. Die heb ik een grote bocht gegeven. Ik heb hem ingesteld dat het treintje of nou ja, het karretje moet kijken naar de zijkant. En in dit geval heb ik dus zeg maar de binnenbocht genomen waar die dus naartoe moet kijken. Nou, door middel van het plaatsen van verschillende hoogten, ja, je kan natuurlijk laag plaatsen of hoog plaatsen, kan je dus zelf instellen wat voor camera of wat voor beelden je wil laten zien. Uiteindelijk kan ik in de montage dingen inzoomen of een beetje bijwerken, maar er komen geen filters overheen. Dit is gewoon puur natuur Planet Coaster. Want Robin zegt ook, een superleuke intro, dat moet je vaker doen. Ja, je was ook een keer begonnen met een project genaamd Splash Country. Opeens kwamen daar geen video's meer van online. Is het leuk om die map weer op te pakken? Nou, Robin, ik moet kijken of ik die map nog wel heb. Dat weet ik dus niet. Als het gaat om de piratenattractie, volgens mij heette die Splash Country, dacht ik. Dan heb ik dat project volgens mij nog wel ergens liggen. En anders, ja, dan heb ik het misschien wel verwijderd. Dat zou ook nog kunnen. Maar volgens mij is het gewoon ergens in de mapjes al te vinden. Augurkensoep zegt, ik vind het toch raar dat het aftellen is begonnen. Je bent nu al meer dan 2 jaar bezig en ik heb zelf geen aflevering gemist. Maar het is tijd voor verandering. Voor de rest ziet het er top uit. En ook een leuk intro, groetjes van de opper-augurk. Oftewel, augurkensoep. Inderdaad, nou ik weet het ook, want Jij bent altijd aanwezig in de comments. Jij kijkt sowieso al die Planet Coaster afleveringen. En ook deze aflevering ben je weer aan het kijken. Samen met een hoop anderen. Genaamd Robin, genaamd Crozo. Ja, ik zie allemaal namen weer voorbij komen die ik allemaal ken vanuit deze serie. Ik ben ook benieuwd of jullie de andere series kijken. Maar met liefde maak ik deze. En elke maandag weer een nieuwe episode. Nou, Crozo YouTube zegt dus: Vincent, luister eens goed. Ik ben dus 1 week geleden voor het eerst in mijn leven naar Phantasialand geweest. En alles was daar geweldig. De Black Mamba was supermooi en Taron is mijn nieuwe nummer 1. En ik kwam in Rookburg binnen en ik moest echt huilen van geluk. Een superpark. Maar keep up the good work. Nou, dankjewel Crozo. Goed dat je het naar je zin hebt gehad. En net als mij, nummer 1, Taron. En dat, ja, Phantasialand is gewoon een ultiem gethematiseerd pretpark. En het is altijd een magisch als je daar binnenkomt. In welk gebied dan ook. Het is fantastisch. Alleen, ik vind dat ze nog een top dark ride moeten krijgen. Gewoon een beetje up-to-date dark ride. Ja, Axel Slossen die vraagt aan mij: Vincent, kan je weer zo'n leuke vlog maken vanuit de Efteling? Nou, ik zal binnenkort... Nou, ik denk deze week, als deze video online komt, heb ik mijn abonnement weer verlengd. Dus ja, nou ja, weer genomen. Want hij zal ruim 1 of 2 maanden verlopen. Maar dan ga ik hem gewoon weer lekker vernieuwen. Nintendo Switch 2927 die zegt: in Plopsaland De Panne hebben ze een nieuwe Bumba Dark Ride. Misschien leuk om die eens te bezoeken. Het staat wel op de planning. Ik wil misschien nog wel dit jaar naar Plopsaland. Maar ik ben natuurlijk al 2 keer geweest. 1 keer voor het intro van onze Engeland vlogs. En daarvoor nog een keer toen ik zeg maar gewoon een review ging maken. En voor het eerst in Ride to Happiness. Dus ja, misschien dat we dit jaar of anders volgend jaar nog terugkeren voor de nieuwe Boomba-attractie en natuurlijk het hele nieuwe gebied. En over Plopsaland gesproken, er is iemand met een kanaalnaam Plopsa Parks Fans 414. Die zegt: Vincent, je park ziet er mooi uit. Zeker met die houten achtbaan. Het lijkt wel op Heidi the Ride. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, daar is die ook op gebaseerd. Ook een mooi themagebied. Je hebt heel goed en hard gewerkt aan het park en je verdient alsnog een duimpje omhoog. Groetjes van Plopsa Parken Fans. Nou, dankjewel. Dat vind ik leuk om te horen. En ja, ook natuurlijk de carousel, de houten carousel is ook gebaseerd op Plopsaland De Panne. Het hele Heidi-gebied is eigenlijk ook van Plopsaland De Panne. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat het een soort, ja, niet een remake is, maar geïnspireerd van Plopsa en ook van natuurlijk Tripsdrill. Eigenlijk van alles een beetje. Dame Place, die zegt: wat leuk dat je mijn comment hebt gelezen. Wel jammer dat dit park ten einde komt, maar ja, niet alles blijft voor altijd. Dat klopt ook. Nou, eigenlijk blijft dit park wel voor altijd, want je kan hem natuurlijk later gewoon vinden op de Steam Workshop. En dan zou jij hem kunnen abonneren en dan zou je hem zelf kunnen spelen. Dus dat is wel heel erg leuk. Jim Hermsen, die zegt: het is mooi wat je hebt gemaakt. En Elmis, die vraagt zich af: ga je ooit nog een keer naar Wiener Prater? Dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Wanneer weet ik nog niet. Maar het is wel de bedoeling dat ik dit jaar misschien zelfs daar naartoe ga. Vincent. Hallo Dennis Nieuwstraten. Ik ga dus naar Bobbejaanland. Maar wat vind jij dus de beste attractie van dat park? Oh jee. Lastig. Fury is natuurlijk echt fantastisch. Maar ik vind de Revolution, die vind ik ook echt geweldig nostalgisch aanvoelen. Ja, en qua dark rides, de El Paso vind ik ook wel heel erg leuk. Dus ik heb al een aantal favorietjes in Bobbejaanland, absoluut. Ik ben gisteren naar Tripsdrill geweest, zegt Stijn de Roy. Nou, dan is dat leuk om dit park te zien, want dan kan je wat vergelijkingsmateriaal zien. Want een aantal gebouwtjes uit de Main Street van Tripsdrill heb ik dus nagemaakt voor dit park. Ja, nou ja, als je dat ziet, dan is dat leuk. Maar ik heb door middel van Google Maps, hè, dan kan je dus door die straatjes lopen van Tripsdrill, door de Main Street, heb ik dus eigenlijk op een tweede scherm een beetje gekeken van hoe ziet zo'n gebouw eruit? Welke kleuren worden gebruikt? Waar komen de raampjes? Er zijn er ook van bloembakken. Hoe zien de balkonnetjes eruit? En door middel van ja, die teaming, van die inspiratie, die foto's, heb ik dus een aantal Main Street huisjes kunnen bouwen. En daarmee is het ook gelijk de mooiste Main Street die ik ooit heb gemaakt in Planet Coaster. Ja, Tora Schart heeft een hele vage reactie, maar ik vind hem wel leuk. Zo lang geleden, zegt hij. Zo ver vooruit, ik kan het niet geloven. Trouwens, ik heb brood geteleporteerd. Nou, het klinkt een beetje als een professor van ja, ik heb dat gewoon eventjes gedaan. Nou ja, succes met je andere experimenten natuurlijk. Ik vond hem wel leuk. Ik vond hem zeker leuk. Ruby Gaming, die zegt eindelijk weer een nieuwe Planet Coaster video. Ik zeg elke maandag. Ja, elke maandag. Zit er eigenlijk een beetje standaard in natuurlijk. Sonny van Noten, die vraagt zich af... joh Vince, luister eens. Ik ben dus 24 september met 13 personen naar de Efteling. Het zou leuk zijn als ik jou daar tegenkom. Dan ben ik weer eens in Nederland. Hey, een zeer leuk park. Maar ook nog een vraag. Verkoop je ook jaarabonnementen voor Freudenthal? Groetjes uit België. Nou Sonny, ik weet nog niet of ik 24 september naar de Efteling ga. Ik plan eigenlijk nooit zo ver vooruit. Maar wie weet zie ik jou wel een keer. Wie weet. Ja, een jaarabonnement. Daar moet ik nog even over nadenken. Het zou natuurlijk wel handig zijn. Gewoon voor een paar euro. Voor misschien 60, 70 euro. Dan moet ik even kijken wat de juiste prijs is. Voor wat het park biedt. Aan attracties, qua oppervlakte. Qua ja, gewoon een totaalplaatje. En aan de hand daarvan kan ik dus een prijs bepalen. Het zou wel handig zijn als inderdaad de mensen gewoon een jaarabonnement kunnen afsluiten. En wat dan ook heel leuk is, dat je natuurlijk evenementen kan organiseren. Dat je bijvoorbeeld een terrein hebt en op dat terrein is er een soort van gewoon een grasveld. En daar op dat terrein kan je dus allemaal evenementen laten plaatsvinden met podium, met noem maar op. Dat lijkt me nog wel heel leuk om een podium ergens te plaatsen. Maar er is volgens mij, wat ik nu uit mijn hoofd even doe, is er geen plek meer in het park. Voor een podium. Het zou nog eventueel kunnen dat we daar een optreden kunnen neerzetten. Maar we hebben natuurlijk al een soort van bandje die optreedt in het Heidi-gebied. En wisten jullie trouwens ook qua evenementen dat ik ooit het idee had om een soort niet een carnavalsoptocht, maar gewoon een parade. Een feestelijke parade, dat ik die door het park wilde laten lopen. Dus dat er oprecht een soort rails kwam door de Main Street. En op die rails zouden die wagens kunnen rijden. Ja, dat was een ideetje eerst. Dat probeerde ik uit te voeren. Ik had ook een soort van backstage gebied gemaakt. En daar zou ik dan die soort van optochtwagens stallen. Nou ja, dat is er nooit van gekomen. Ik heb het ook nooit uitgevoerd. Maar ja, een leuk feitje of weetje voor de mensen die het niet weten. Dat was ooit de bedoeling. Maar dat is nooit doorgegaan. En zo zijn er natuurlijk misschien wel honderden ideetjes die niet zijn doorgevoerd. Maar ook wel heel veel ideeën die wel zijn doorgegaan. En dat ook door middel van jullie reacties. Dus mocht jij het nou leuk vinden en nog een ideetje hebben voor het park... wie weet kan ik dat gewoon nog bouwen natuurlijk in de loop van de afleveringen. Ik ga natuurlijk op zoek naar meer plekken die ik nog moet afbouwen. En dan gaan we langzaam maar zeker werken naar het einde van Freudenthal. Met een lach en misschien ook wel een traan. Nou, dit was de video, dit was de podcast. Bedankt Gerard. Yo, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks gezegd. Maar ik vond het zo leuk om even te luisteren naar jou met die feitjes en die comments. Ja. En dat waren ook een hoop comments. Dus ja dat is, dan moet ik er niet doorheen bleren. Nee, Gerard, dat is wel heel netjes van jou. Ja. Zeg. Nou, jij bent toch wel een beetje wijzer geworden. Oh, weet je nog de vorige keer? Ja, de vorige keer hadden we dat. We gaan door met de normale snelheid. En bedankt voor het luisteren iedereen. En tot snel weer. Doei, doei. Welkom terug bij de normale snelheid. Nou, je ziet het, er is een stafbuilding in elkaar gezet. Met ook nog een heel leuk terrasje aan de achterkant waar je lekker kan zitten. Met ook nog een fonteintje. Het is nog niet klaar, het is nog niet af. En ik zie trouwens dat ik hier een foutje heb gemaakt. Die moet ik eventjes eraf halen. Maar hier gaat dadelijk stafmembers zitten. En ik ga natuurlijk een paar van die animatronics hier op de stoelen neerzetten. Een paar van die stafmembers die daar zitten te lunchen of wat dan ook. Het is een gebouw helemaal aan de achterkant. En het ziet er best wel spectaculair uit eigenlijk. Maar dat mag ook wel. Er moeten nog wel meer details op komen. En dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor de uitgang van de dark ride. Nou, zoals je kan zien, hier is helemaal geen belichting. Gewoon helemaal donker. En dat is niet zo netjes. Dus we gaan later nog even wat lampen toevoegen. Maar over lampen gesproken. Hier heb ik wel enigszins wat lampen opgehangen. En ik vind vooral die buitenscène. Het lijkt net een beetje nacht. Maar die vind ik wel heel erg gaaf. Leuk gelukt. Gewoon een extra doorkiekje. En ik had ook de ruimte, want de ruimte is namelijk helemaal hier in dit gebouw is dat bevestigd. Wat ik de volgende keer ga aanpakken in de video, dat kan ik misschien al een klein beetje verklappen. Dat is dus dit gebouw hier. Dit gebouw is voor de skilift. En ja, het is echt basis. Het ziet er niet uit. Vond je dit nou een leuke video? Laat gewoon een duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Klik op abonneren. Dat helpt mij enorm. En ik zou zeggen tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster bij Vrijheidspark Freudenthal. Doeg!